gewoon laag. Maar je kan ook iets optippen als je meer wilt hebben. We zijn vandaag bezig met dag 10 van de shoot van Claustrophobia. En dat is een nieuwe Nederlandse online speelfilm. En we zijn nu in het appartementencomplex van Eva aan het draaien, onze hoofdrolspeelster. En daar draaien we allemaal shotjes dat ze voor het eerst in haar nieuwe appartementencomplex zich settelt. Zeg maar. En 3, 2, 1, actie! Het gaat over een meisje, Eva, die verhuist en die komt in een nieuwe woning terecht. En op een gegeven moment wordt ze wakker in een kelder en blijkt dat ze gekidnapt is. En langzaam moet ze uitvinden in de film wie haar precies gekidnapt heeft. En moet ze ook proberen te zien ontsnappen. Nou ja, en dan gaandeweg komen we er langzaam achter wie dat dan gedaan heeft. En dan moet ze proberen te ontsnappen. Ik speel de rol van Eva Lennarts. Het is een meisje wat eigenlijk lekker aan het studeren is, maar niet zo goed weet wat ze nou wil met de studie of wat. En ze gaat net verhuizen. En dan wordt ze op een gegeven moment wakker in haar nieuwe appartement. Of tenminste, daar valt ze in slaap. En dan wordt ze de volgende dag wakker in een kelder. Vastgebonden en geen idee hoe ze daar terecht is gekomen. 6 of 7 dagen vastgebonden aan een kelder gezeten. Aan een bed in een kelder gezeten. En dat op een gegeven moment had ze ook allemaal streamen op de armen en ze moest de longen uit haar lijf schreeuwen. En dat was hartstikke zwaar voor haar. Maar ik zag tijdens het auditieproces wel dat het... Caroline is wel iemand die nadenkt over wat ze doet en in zichzelf duikt. En continu op zoek gaat naar momentjes en motivaties bij zichzelf om uit te vinden waar ze naartoe moet uiteindelijk. En vervolgens biedt ze ook dingen aan, wat voor mij als regisseur ontzettend fijn is, om verschil daarin te kunnen maken. En het is gewoon een actrice met ballen en die ervoor voor wil gaan. En dat is precies wat ik nodig had hiervoor. Ja, nou ja, vorige week waren er bijvoorbeeld eigenlijk alleen, zeg maar, ik zat elke dag, zeg maar, in elke scène, dus in alle scènes. Dus het zijn best lange dagen die je maakt. Maar dat vind ik ook wel weer te gek. En je kan gewoon een hele grote lijn spelen. En dat is wel heel tof. Als je in een bijrol zit, dan heb je vaak toch wat kortere dagen en toch een lijntje wat je niet echt helemaal rond kan spelen. En ja, met een hoofdrol kan je echt lekker uitdiepen en kijken wat doet mijn karakter allemaal gedurende de film. Dus dat is heel interessant om aan het proces mee te doen. Waar we heel erg naar hebben gekeken, hoe kan je, zeg maar, want je zit op één plek en hoe kan je qua decoupage, of dus de manier waarop je het filmt, hoe kan je dat toch interessant maken? Dus door verschillende hoeken te kiezen, door hoe bouw je het op, wanneer geef je wel iets weg, wanneer geef je niet iets weg. Hoe ontdekt het meisje, de hoofdpersoon zelf, de kelder? En stap voor stap bouw je dat uit. En dat, dat zie je onder andere bij dat soort films zoals Buried, maar ook Hard Candy of American Psycho. En dat zijn een beetje de films die we ter inspiratie hebben genomen. Kijk maar een beetje hier. Is het leuk als ze niet een keer maar heel klein, heel subtiel. Gezien van het feit dat je soms zit met dingen dat je denkt, ja, gaat dit wel, ga je dit op een computerscherm, ga je dat zien of ga je dat niet zien? Het is wel, we hebben wel een beetje het gevoel dat we wel een pionier zijn, ja, dat wel. Maar tegelijkertijd is het in het maakproces weer hetzelfde. Dus het is meer dat je, ja, af en toe tegen productionele dingen aanloopt of zo. Ik denk wel dat dit de toekomst gaat zijn. Dat wel. En zonder dat ik daar nou heel erg hoog van de daken hoef te roepen. Maar ik denk wel dat dit een nieuwe manier van films maken zal zijn.